Als je de kaart van Europa in 1989 vergelijkt met de kaart van Europa nu, dan zie je hele grote verschillen. En daaruit blijkt ook dat er dus vanaf 1990 echt wel een nieuwe wereldorde is. Nou, en daar gaan we in deze video eens even kort naar kijken. Want na de Koude Oorlog ontstaan overal in Europa nieuwe staten, nieuwe landen dus. En dit is de kaart van Europa zoals we hem kennen tijdens die Koude Oorlog. Dit zijn de landen die je dan ziet, waarbij de landen die blauw gekleurd zijn, bij de NAVO horen. En de landen die rood gekleurd zijn, bij het Warschau-pact horen. Maar los van die kleuren gaat het vooral om het aantal landen dat er is, de landen die er zijn. Want als je een kaart van Europa nu zou pakken, dan zie je dat die kaart er heel anders uitziet. Ja, zeker in het oosten van Europa zie je dan hele grote verschillen. En waar komt het dan door dat er allerlei nieuwe staten ontstaan? Nou ja, grofweg zijn er eigenlijk twee belangrijke redenen voor. En de eerste is dat uh, dat oostblok uit elkaar is gevallen, dat communistische oostblok. En ik heb dat even omcirkeld op de kaart rechts. Want dan zie je bijvoorbeeld dus, wat we in de vorige video ook al zagen, dat de Duitse eenwording heeft plaatsgevonden. Hè? Dus Oost- en West-Duitsland zijn verdwenen. Dat is weer één land geworden, Duitsland. En je zag het ook vooral, dat al die Sovjet-staten zich gingen afscheiden van de Sovjet-Unie en onafhankelijk wilden worden. En dan krijg je dus al die landen rechts op de kaart die zijn ontstaan. Dus dat dat Oostblok uit elkaar valt, dat communisme ophoudt te bestaan, nou ja, dat zorgt dus voor het ontstaan van nieuwe staten. En een andere belangrijke reden waarom een nieuwe staat ontstaan in Europa is het opkomen, het herleven eigenlijk van het nationalisme. En nationalisme, hè, dat is dus echt de voorliefde voor je eigen volk hebben en dus ook uh, vaak vinden dat jouw volk een eigen staat, een eigen land moet hebben. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld dat uh, Tsjechoslowakije slowakije heel lang één land is geweest, daar wonen zowel Tsjechen als Slovaken. Maar uh, ja, dat, dat land valt uiteindelijk ook uit elkaar in twee landen. In Tsjechië en in Slowakije. En waar je het helemaal ziet, dat, dat is die onderste ovaal daar op de kaart uh, rechts, uh, het voormalige Joegoslavië, uh, daar woedt aan het begin van de jaren negentig een grote burgeroorlog waarbij uh, allerlei bevolkingsgroepen zich tegen elkaar keren en zich allemaal af gaan scheiden. En van dat ene Joegoslavië ontstaan dus een aantal verschillende landen van Slovenië, Kroatië, Bosnië, Servië en zo verder. En um, dat zorgt er dus voor dat die kaart van Europa best wel veranderd is. Maar als we weer even naar die kaart links gaan kijken, hè, die we al zo vaak hebben gezien, van de NAVO en dat Warschau-pact, hoe die Europa verdelen, ja, dan zien we dat daar dus ook veranderingen plaats gaan vinden, want dat Warschau-pact valt weg. En dan zie je dat de NAVO zich gaat uitbreiden met landen die eerst zelfs bij dat communistische Warschau-pact horen. Hè, in 1990, zagen we al, was de Duitse eenwording die vond plaats, waardoor uh, die uh, DDR, Oost-Duitsland, ja, die uh, hoorde nu ineens weer bij dat grotere Duitsland en dat bleef lid van de NAVO. Maar uh, in uh, 1999 zien we bijvoorbeeld dat uh, Polen en Tsjechië en uh, Hongarije dat die ook toetreden tot de NAVO. En in 2004 zijn er weer een aantal landen die toetreden tot de NAVO. En in 2009 komen daar bijvoorbeeld Kroatië en Albanië komen erbij. En dan komt Kosovo komt erbij in 2017. En uh, Macedonië komt erbij, of Noord-Macedonië moet ik uh, tegenwoordig zeggen, komt erbij in 2020. En dan zie je dus dat uh, die NAVO zich enorm heeft uitgebreid steeds meer naar, uh, naar Rusland toe. En ook hieruit blijkt dus weer dat er echt sprake is van een nieuwe orde in de wereld.